Hey, een vraag die ik heel vaak krijg is, Tanja, wat kan ik tussendoor eten? En dan is mijn vraag altijd meteen, maar waarom wil je tussendoor eten eigenlijk? Eigenlijk is dat niet zo'n goed idee. Hallo en van harte welkom, mijn naam is Tanja. En vandaag wil ik jou een tip geven, of misschien een ideetje, voor als je nog eens een keer een tussendoortje zoekt. Een geschikt, gezond tussendoortje waar je lichaam blij van wordt. En waar ik het over wil hebben, is over deze, de kutsie. De paranoot, of de brazilnoot, zeggen ze ook wel eens. En om een of andere reden is dat een noot die niet zo populair is. En ik snap dat eigenlijk, want ik vind ze super lekker. Noten is mijn lievelingstussendoortje. Waarom? Omdat ze boordevol goede voedingsstoffen zitten voor ons lichaam. Er zitten vitaminen in, er zitten mineralen in, er zitten eiwitten in, er zitten goede vetten in. Dus eigenlijk allemaal dingen waar ons lichaam blij van wordt. Vezels ben ik nog vergeten. En waarom eet ik graag noten tussendoor? Een handjevol, niet meer. En hoeveel je er van deze wil eten, vertel ik zo meteen. Maar waarom een handjevol en niet meer? Omdat je er anders dik van wordt. En zelfs noten kunnen je vergiftigen als je er te veel van eet. Dus dat is de uitdaging bij noten. Dat is altijd van, neem je portie uit de zak of uit de pot. Doe de pot en de zak dan weg. En eet alleen hetgeen je in je kommetje hebt gedaan. Dus 6 goede redenen ga ik jou geven om regelmatig paranoten te eten. En de eerste goede reden is, het is goed voor hart- en bloedvaten. Klinkt wel als de reclame voor B-cel. Maar deze is echt. Dus waarom zijn paranoten goed voor hart- en bloedvaten? En trouwens, ik zie dat er mensen kijken. Superleuk. Als je kijkt, laat dat even weten. Dan kan ik even dag zeggen. Dan kan ik je persoonlijk begroeten en bedanken om te kijken. Vind ik super tof. Ook als je uitgesteld kijkt, laat het even weten. En dan ga ik even dag zeggen. Alright. Goed voor hart- en bloedvaten. Waarom? Er zit in deze noten heel veel selenium. Selenium. Wat is selenium? Selenium is een antioxidant. Wat is een antioxidant? Dat is iets wat jouw lichaamcellen helpt met het neutraliseren van vrije radicalen. Wat zijn vrije radicalen? Dat zijn dingen die ervoor zorgen dat je cellen aangetast worden, die je cellen oxideren. Die er met andere woorden voor zorgen. Vanuit Milaan, Filip. Alright. Wat heb jij geluk, zeg. En toch kijken naar mijn video. Hoe geweldig is dit? Dankjewel. Dus vrije radicalen die zorgen ervoor dat je cellen verouderen, dat ze niet meer zo goed functioneren, dat je zelf ziek wordt enzovoorts. Dat willen we natuurlijk niet. We willen lang, fit en gezond leven. Dus antioxidanten zijn belangrijk. En selenium is een hele belangrijke daarvoor. En hier in deze paranoten zit er 50 keer zoveel selenium dan in gelijk welk ander voedingsmiddel. Dus dat is wel een topper, een opsteker voor deze paranoot. Selenium. Dus het helpt om je hart en je bloedvaten gezond te houden. Het zorgt er met andere woorden voor dat je dingen zoals aderverkalking, dat je dat veel minder snel gaat krijgen. Dus dat is een eerste goede reden waarom het eten van deze paranoten een goed idee is af en toe. Trouwens, de omega 6 die erin zit, die zit ook omega 6 in. En omega 6 is ook heel goed om je hart en je bloedvaten gezond te houden en te beschermen tegen aftakeling en tegen allerlei aandoeningen. Oké, dat was een eerste goede reden om af en toe paranoten te eten. Een tweede goede reden is dat het je beschermt tegen kanker. En dan heb ik het weer over die selenium die er overvloedig in zit, maar ook de andere antioxidanten die erin zitten, zoals de flavonoïden en nog een aantal andere, die helpen dus om de ontwikkeling van bepaalde kankers tegen te gaan. De reden nummer 2 was dat. Reden nummer 3 is dat het je helpt om je slechte cholesterol, je LDL, om die te verlagen. Er zijn heel veel mensen die sukkelen met een cholesterol. Heel veel mensen hebben een te hoge cholesterol. En dan gaat het vooral over die slechte, wat eigenlijk niet zo'n slechte is, maar goed, in de algemeen aangenomen zeggen de mensen de slechte cholesterol, de LDL, wat eigenlijk alleen maar de transporteur is van de cholesterol van je lever naar je weefsels.
Maar goed, in elk geval, als je er te veel van hebt, dan gaat de dokter jou zeggen, je moet medicijnen nemen. En die medicijnen, dat zijn heftige medicijnen meestal. En die komen meestal niet zonder bijwerkingen. En die bijwerkingen, ja, daar word je meestal niet zo vrolijk van. Bijvoorbeeld, een van de dingen die ik heel vaak hoor bij mensen die cholesterolverlagers nemen, is dat ze zo weinig energie hebben. Daar is een uitleg voor die ik je nu ga besparen, maar dat is wel zo en dat is natuurlijk niet fijn. Dus als je deze eet, die paranoten eet, dan heb je eigenlijk een natuurlijke cholesterolverlager. Is dat niet geweldig? Dus wat kun je doen? Als je die paranoten, die kun je tussendoor eten, zoals ik dat doe. Ik vind die super lekker. Ik eet die wel eens tussendoor, maar je kunt die ook in stukjes snijden en verwerken in je gerechten, bijvoorbeeld in je curry's, is heel lekker. Oké, reden nummer 4. We zijn al aan reden nummer 4. Je krijgt er sterke spieren en zenuwen van. Hoe komt dat? Wel, er zit niet alleen heel veel selenium in, er zit ook veel magnesium in. En magnesium, dat is ook zoiets waar... Ik ken heel veel mensen die magnesium als supplement nemen. En er valt iets voor te zeggen, want magnesium is super belangrijk voor ons lichaam. Het helpt onze spieren gezond te houden, onze zenuwen. Het zorgt ervoor dat onze botten groeien, dat de weefsels en organen helpt het ook goed functioneren. Het helpt ook onze... Ik ben aan het spieken hoor, want ik heb wat dingen opgezocht. Ik wil niks vergeten. Onze bloeddruk helpt het ook onder controle houden. En samen met de vitamine B die erin zit, is het dus eigenlijk voeding, voeding, voeding voor je zenuwen. Ik heb dat geleerd toen ik zona had. Heb je dat al eens gehad? Zona? Dat is niet voor te lachen, hè. Zona, en dan dat is zenuwpijn, hè. En dat krijg je, ja, fijn, dat is een ander verhaal. Maar, oh, ik zie mensen kijken. Super tof, laat even weten dat je kijkt. Dan kan ik even persoonlijk dag zeggen en je persoonlijk bedanken dat je kijkt. Dus ik had het over dat je er sterke spieren en zenuwen van krijgt, omdat er 2 keer zoveel magnesium in zit dan in gelijk welke andere noot. En als je magnesium gaat innemen als voedingssupplement, dan moet je al zorgen dat het een kwalitatief supplement is. Hou het natuurlijk, is mijn advies. En dat je het combineert met kalium en calcium, want anders kan je lichaam het niet opnemen. Maar hier zit het gewoon allemaal in. De natuur weet dat, hè. De natuur steekt dat er allemaal in. De juiste verhouding, in de juiste dosering zit dat daarin. Voor ons zomaar, om lekker op te eten. Dus, pardon, gezonde, sterke spieren en zenuwen. Dat is nog een reden. Reden nummer 5. Er zit niet alleen veel selenium in, er zit niet alleen veel magnesium in, er zit ook nog eens fosfor in. En fosfor gaat dan samen met calcium, gaat ervoor zorgen dat je sterke botten en sterke tanden krijgt. Ook niet slecht, hè. Ook heel belangrijk, hè. Hey Veerle, ja, ik weet niet wat ik heb, maar ik verlies dus constant mijn stem. Maar in de ochtend zit ik vaak in een plek waar airco is. En ik vrees een beetje dat ik daar een soort allergisch of zo op reageer. Dat is ook een plek waar nooit ramen open mogen om eens even te verluchten. Dus ik weet het niet. Ik kan het mij inbeelden, maar ik denk het. Oké. En dus we hebben al 5 goede redenen om regelmatig paranoten of brazilnoten te eten. Ik heb nog een laatste, 6e, een superleuke. En dat is, paranoten helpen je om op gewicht te blijven. Yay! Toch? Hè? Waarom? Wel, door dat er zoveel magnesium in zit. Magnesium, dat was ik daar juist vergeten te zeggen, zorgt er ook voor dat je bloedsuikerspiegel in balans blijft. En als je bloedsuikerspiegel in balans is, dan heb je minder zin in zoet. Dus voor al de zoete kauwen onder ons, die altijd zin hebben in zoet, eet eens een keer een paar paranoten, dan ga je veel minder zin hebben in zoet. Nog een reden waarom die paranoten helpen om op gewicht te blijven, is omdat ze veel goede vetten bevatten, eiwitten en vezels. En wat doen die 3 dingen? Die zorgen ervoor dat je minder honger hebt, dat je langer verzadigd blijft. Dus dat je veel minder een knorrende maag gaat hebben, waardoor dat je dan koekjes gaat eten en iets uit de automaat gaat halen en weet ik wat allemaal.
Dus dat is nog een reden waarom deze noten helpen om op gewicht te blijven. En nog een andere, ik had het daarnet over die selenium. Selenium speelt ook een belangrijke rol in je gewicht gezond te houden. Want selenium heeft een heel gunstige werking op je schildklier. En je schildklier, dat is een hormonale klier die ervoor zorgt dat als die uit balans is, dan ga je verdikken. Meestal werkt die dan wat langzamer en dan ga je wat verdikken. En als jouw schildklier netjes functioneert, goed functioneert, dan ga je dat veel minder hebben. En dat is nog een reden dus waarom deze fantastische en ook bijzonder lekkere noten helpen om op gewicht te blijven. 6 goede redenen om af en toe paranoten te eten. Toch geweldig. Ik denk als je ze de volgende keer ziet, dat je aan mij gaat denken. Dat zal tof zijn. Laat het mij dan even weten. Hieronder in de commentaren bijvoorbeeld. Of waar dat je mij ook ziet of vindt. Ik vind het altijd leuk als je er dan ook iets mee gaat doen met de dingen die je hier opsteekt. Dus ik ga ze nog even herhalen, hè, voor de mensen die later zijn ingevallen. Ik heb 6 goede redenen om af en toe regelmatig van die paranoten te eten. 1. Goed voor hart- en bloedvaten. 2. Het helpt kankers voorkomen. 3. Het haalt je cholesterol, je slechte cholesterol, naar beneden. 4. Je krijgt er sterke spieren en zenuwen van. 5. Je krijgt er sterke botten en tanden van. En 6. Het helpt om je gewicht onder controle te houden. 6 goede redenen dus. Maar, nog niet weglopen, want ik heb een belangrijke kanttekening hierbij te maken. De kanttekening bij paranoten is dat je er niet te veel mag van eten. Dat geldt voor alle noten, dat heb ik daarnet al gezegd. Een handjevol, max. Maar ik heb daarnet verteld, in deze paranoten zit er superveel. 50 keer zoveel als in gelijk welk ander voedingsmiddel, selenium. En selenium, ik heb daarnet uitgelegd, heeft zeer veel gezondheidsvoordelen. Maar als je te veel selenium eet, te veel opneembare selenium, kun je een seleniumvergiftiging krijgen. Dat wil je niet. Weet je, als je 100 gram van deze noten eet, en kijk, dit is 100 gram. Dat is zo, ja, dat is een zakje. Dus als je zo 100 gram eet, dan heb je zomaar liefst 3500% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid selenium binnen. Dat is veel te veel, dat wil je niet. Niet doen. Niet een heel zakje naast je in de auto zetten en eten. Komt niet goed. Hoeveel moet je er dan wel eten? Wel weet je dat je als je er 6 per dag eet, natuurlijk, er zijn wat kleinere en wat grotere tussen, maar 6 van deze is al te veel. Ja, ik eet er zo 3, of als het zo wat kleintjes zijn, 4 max per dag. Max. En ik heb dat altijd bij mij in een klein doosje, en ze moeten dan altijd met mij lachen, maar als ik dan een klein kreutje krijg, een klein hongertje, of ik heb gewoon zin om iets te knabbelen, of ik denk gewoon van, ja, dat is lang geleden dat ik nog een paranoot heb gegeten, dan eet ik gewoon mijn 3 of 4 noten. En dan kan ik weer even voort. En dan heb ik geen knorrende maag, dan heb ik geen zin in suiker. En dan weet ik, mijn lijfje is nu allemaal nuttige dingen aan het doen, met al die fantastisch goede, gezonde voedingsstoffen die hierin zitten. Voilà. Dus, niet te veel van eten, want dan krijg je maagpijn en dan krijg je van die broze, wittige nagels en dan krijg je wat nog allemaal? Huidirritatie en jeuk. Niet doen. Je wordt er zelfs geïrriteerd van als je te veel van deze noten eet. Dus 4 van deze kanjers doen supergoeie dingen voor jou. 2 is te veel. Ook voor paranoten. Voilà, dat waren mijn 6 tips met een belangrijke kanttekening. Hoe zeg je dat? Kanttekening. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat je de volgende keer, als je voorbij de noten gaat, ook eens een keer voor paranoten kiest. Laat het dan even weten wat het voor je heeft gedaan. Laat het mij weten of je ze lekker vindt. Als er iemand is die jij kent, die dit waardevol zou kunnen vinden, deel het dan even. Dan zorgen we een beetje voor elkaar. En zorg het voor jezelf, want dan kun je ook beter zorgen voor anderen. Is het niet? Ik wens jou nog een fantastische dag verder en ik zie jou heel graag in een volgende video. Bye bye!